Ja, natuurlijk heeft ze dat verteld. Ze krijgt inderdaad berichtjes van een anonieme afzender. Dat is heel vervelend. Hoe lang is dat al gaande dan? Ik weet niet precies. Een tijdje. Hey, mag ik ook een espresso? Ja, tuurlijk. Maar wat wil diegene dan van mij? Hij loopt gewoon te stoken. Zieken. Dat sms'je dat ik laatst kreeg, dat is ook van een anonieme afzender. Ik zit ineens te denken, dat is toch niet van dezelfde persoon? Heb je nog meer berichten gekregen? Nee, nee, dat niet, maar... Oh, dank je. Nou, ik denk niet dat het om dezelfde persoon gaat, hoor. Nee, ik denk dat ik wel weet wie die berichten naar Anna stuurt. Wie? Juna. Het meisje waarvan Anna denkt dat ik ermee ben vreemd gegaan. Wat niet zo is, trouwens. Mevrouw Slet. Ja, Anna had niet zo waar verteld. Maar waarmee bedreigt ze Anna dan? Ja, ze is gewoon aan het stoken. Ze probeert ons uit elkaar te krijgen. Maar Anna voelt zich onder druk gezet. Dan moet er toch iets zijn waar ze zich voor schaamt. Ja, ze werkt voor Bing. Ze is een halve tiran. Misschien dat er iets op werk gebeurd is of zo. Maar jij weet niet wat. Nee. En hoe weet Juna dat dan? Hm? Scheide tante. Ik moet nog wat extra ingrediënten halen. Dus moeten we vandoor. Barry, ben zo terug. Ja, zie je zo. Hoi. Zo, spiegeleitje helpt perfect tegen een kater. Niet slecht. Hey, van mijn specialiteiten. Ik denk dat ik er zelf ook eentje neem. Ik ben blij dat ik vandaag niet hoef te werken. Trouwens, behalve dat gedoe met Thijs, ik heb me toch niet al te erg misdragen. Wel de bedrijfsleider. Nee, volgens mij heeft bijna niemand het gezien. Wat nu? Dat je op de bar ging staan en je uit begon te kleden? Eikel. Hey, hallo! Gooi. Hey! Hoe kunnen jullie nou lol hebben? Hey, wil je ook een eitje? Thijs kwam net in de koning en probeerde me uit te horen. Waarom heb jij je stomme kop niet gehouden? Je hebt hem van alles verteld over die sms'jes en god weet wat nog meer.